Right here inside, untie the place. You know how we going down with this sound bass. We got a lot of people inside the ride. One time is a Stamp Media crew inside the ride. Just had an interview, how we do? Got questions, now we're coming down, sound through. I'm Rocketeer, inside we come here. Have a nice party, yes, that sound one dear. Ik maak het mezelf heel erg moeilijk door geen commercieel drum en bass te programmeren of te produceren of te draaien. Maar dat is voor mij de enigste manier om het te doen. Weet je. Allee, ik wil echt in de spiegel als ik opsta naar mezelf kijken en zeggen van oké, ik ben 10 jaar dat ik terugkijk op iets dat ik gedaan dat ik fier kan op zijn. En niet dat ik zo een of andere zocht naar aandacht of macht of veel releases of dat interesseert mij niet. Ik denk dat Stijlbommers iets meer wobble, jump-up, iets meer party-tunes gericht is, terwijl Star Wars uiteindelijk meer een moeilijkere weg inslaat. Meer de diepere dingen, de echte underground. Het is echt drum en bass. Het gaat echt allemaal over bass. Absoluut. En dat is absoluut een minder makkelijke weg. En daar kunnen we niks anders dan respect voor hebben. Guys that play here in the UK will always go on about this night because it is one of the best nights out there and throughout the world, basically, playing at Star Wars is a highlight in pretty much anyone's career. Voor mij is Star Wars vanaf het begin, want ik weet nog, vroeger in de vooruit was dat Drum and Bass and Sculptures. En voor mij was dat altijd de mijlpaal op dat moment van de artiesten die op die moment echt goed bezig zijn. En ik vind dat nog altijd zo. En ik vind het fantastisch wat Jurgen soms boekt en wat helemaal niet evident is. You know, for how many people you've got for a Thursday night, it's amazing. And to be fair, you've got Dom and Roland, you've got Clute, you've got big people, but they're still on that left field side of things. But no, it's a good testament to your scene that you've got that many people out on a Thursday. Als je op Star Wars geweest bent en het is goed geweest, dan kom je zeker nog een keer terug. We zijn zeer loyaal tegenover onze artiesten en we proberen echt een beetje... Star Wars is ook in feite het creëren van een sfeer. Het is echt... We proberen iets meer te doen. We proberen ook de mensen op hun gemak te laten voelen. En ze kennen ook die naam. Star Wars is ook een bekende naam in heel veel cirkels in het buitenland. We zijn daar echt fier op dat dat zo is.